Goeiedag. Er komt sneeuw vanuit het zuiden richting ons land. En in een groot deel van het land, in vrijwel heel het land, ja, moeten we rekening gaan houden met sneeuwval. Dit was eerder, een paar dagen geleden, in Leeuwarden. Daar zijn winterse buien overgetrokken. En toen lag er opeens ook een mooi pak sneeuw. En dat zien we hier goed. Nou, ik denk dat vanavond, juist in de avonduren, er ook op veel plaatsen sneeuw kan blijven liggen. En dan wordt het misschien ook wel zo wit als hier. Ik kom daar in detail zo op terug. Laten we eerst naar het grote plaatje gaan kijken van bovenaf. Dan zien we de kaart van Europa. We zien een stuk van de oceaan. Lage drukgebied is daar aanwezig. En we zien wat roze vlekjes hier boven België en het zuidwesten van Nederland. En dat is dan zondagmiddag om 3 uur. Het GFS-model laat dan zien dat er wat sneeuw over ons land gaat trekken. En dat gaat in de avond gewoon door. En dan komt er nog een tweede band met neerslag maandag overdag aan. En ook dan kan er wat sneeuw gaan vallen. Dat zal waarschijnlijk wat meer natte sneeuw zijn, omdat de lucht geleidelijk aan wat warmer gaat worden vanuit het zuiden. Dit lage drukgebied, dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel bewolking. Maandag ruimte voor de zon, nauwelijks tot niet. En dat niet alleen, ook dinsdag, als dat lage drukgebied boven Nederland komt te liggen, zal het bewolkt zijn en zijn de perioden met regen. Dan zien we een heel actieve depressie boven de oceaan richting Groot-Brittannië trekken. En dat betekent dat we geleidelijk aan toch meer in een zuidwestelijke stroming gaan komen. En dan gaan de scherpe randjes van de winter er wel weer af. We krijgen dan te maken met een zeer wisselvallig weerbeeld geleidelijk aan. Ook in het weekeinde zijn er flinke perioden met regen als dit Amerikaans model uit gaat komen. En ik ga er wel een beetje vanuit, want andere modellen die laten dit beeld ook zien. Laten we even teruggaan naar de sneeuw die we de komende 12 tot 18 uur kunnen gaan verwachten. We pakken de kaart op zondag 10 uur. We zien dan boven Noordwest-Frankrijk en het uiterste westen van België al wat roze tinten. Dat betekent sneeuw. We hebben hier ook op webcams al sneeuw zien vallen vanochtend. En die neerslag die trekt langzaam naar het noordoosten. Eerst niet zo actief. In de avond kan het allemaal wat actiever worden. Maar het duurt heel lang voordat pas in het noorden die sneeuw gaat vallen. In Groningen, het uiterste noordoosten van Groningen, misschien pas rond middernacht. Vanuit het zuiden wordt het dan ook weer droger in de loop van de nacht. Maar er komt weer een nieuwe neerslagband aan, die zien we hier verschijnen. En die trekt dan maandag in de loop van de dag over. En ook dan kan er weer wat natte sneeuw vallen. En met name in het noorden kan dat sneeuw zijn. En dat gebeurt in eerste instantie allemaal bij temperaturen rond het vriespunt. Vanavond en ook komende nacht is het allemaal zo rond die 0 graden. In het zuidwesten waarschijnlijk wel iets hoger. En maandag in de loop van de dag vanuit het zuiden ook wat hogere temperaturen. En dan zal dat allemaal overgaan in regen, die winterse neerslag. Dit was het Duitse model. Ik heb ook hier het harmoniemodel nog eventjes. Dan zien we hetzelfde beeld. Die sneeuw boven Noordwest-Frankrijk en het westen van België. En dat trekt dan geleidelijk aan naar het noordoosten toe. Bij temperaturen rond het vriespunt. We kunnen dat mooi zien. Ik zet hem snel even op pauze. En dan zien we zo rond een uur of zes dat die voorste begrenzing halverwege Flevoland ligt. In het zuiden is het dan al een tijdje licht aan het sneeuwen. Ik verwacht nog niet echt hoge intensiteit. Ik kan het ook een beetje aan die kleur zien. Naarmate het wat meer naar het noorden trekt, met die lagere temperaturen in het noorden geleidelijk aan ook, kan die intensiteit wat hoger gaan worden. En kan er dus echt wat sneeuw gaan vallen. En dan zien we uiteindelijk dat die neerslag ook weer naar het noorden trekt. En dan hebben we te maken met hetzelfde beeld dat we ook in het Duitse model zien. Want ik zet de animatie weer aan. Temperaturen rond het vriespunt. En dan komt een volgende neerslagzone over regen, natte sneeuw. In het noorden waarschijnlijk ook nog wel sneeuw. En hier dan die hogere temperaturen uiteindelijk in het zuiden, die ervoor zorgen dat de sneeuw ook daar weer gaat verdwijnen. We hebben een soort spoorboekje gemaakt, laat ik het zomaar eventjes noemen. En dan zien we die witte lijnen en die geven aan de voorste begrenzing van de sneeuwval. In eerste instantie dus lichte sneeuwval. Rond een uur of één zal dat zo'n beetje boven Zeeland zijn. En rond een uur of zes gaan we ervan uit dat dat halverwege Flevoland is aangekomen. En dan trekt het nog verder en duurt het tot een uur of tien voordat in Groningen de eerste sneeuwvlokken gaan vallen. Er staan ook totalen bij, maar dat is voor de hele periode. Dat is dus voor de middag en de avond en een deel van de nacht. En ja, dan gaan we uit van 1 tot 3 centimeter. Dat is helemaal niet veel. Maar ja, er valt op uitgebreide schaal niet zo vaak sneeuw in Nederland. Dus het is natuurlijk wel noemenswaardig. In de hogere delen met name kan er nog wat meer sneeuw vallen. Kan het misschien wel 5 centimeter worden. Ja, strooiploegen gaan ongetwijfeld aan het werk vanavond en vannacht. Maar morgenochtend kan het best nog wel wit zijn op veel plaatsen. Zeker in die noordelijke helft ga ik daar toch wel vanuit. In het zuiden kan misschien al wat weggesmolten zijn. Omdat er misschien ook al een beetje regen is gevallen in de nacht.
Maar u kunt zich voorstellen, door sneeuw is het natuurlijk wel kans op gladheid. Nogmaals, ik denk dat de wegen er morgenochtend al vrij schoon uitzien. Maar de kleinere wegen, ja, daar kan natuurlijk wel wat sneeuw blijven liggen. Vanavond ook sneeuwval. En dat betekent dat er een waarschuwing uitstaat. Code geel, temperaturen rond het vriespunt. In heel het land dus kans op die sneeuw. In het zuidwesten misschien later zelfs nog weer wat natte sneeuw. En wat ook opvalt, ja, temperatuur rond het vriespunt. Maar er staat een stevige zuidoostenwind. Matig tot vrij krachtig. En dat betekent dat het voor het gevoel echt wel wat kouder is. Dus gaat u een mooie wandeling in de sneeuw maken, kleed u wel lekker warm aan, want het is echt koud. Aan zee komt zelfs even een krachtige, misschien wel harde wind te staan. En dan voelt het echt bitter koud aan. Dan moet u denken aan gevoelstemperaturen die al richting de min 10 gaan. Kijken we ook nog eventjes naar de maandagkaart. Nou, daar hebben we dan vooral natte sneeuw ingezet. En vanuit het zuiden wordt het dan regen. En in het noorden is de kans op droge sneeuw, laat ik het zomaar even omschrijven, nog het grootst. Nog steeds die oostelijke wind die hier staat. En het wordt dan uiteindelijk aan het eind van de middag zo'n 4 graden in het zuiden. In de avond blijft die temperatuur ook op dat niveau. Ja, en kijken we dan eventjes verder vooruit. Dan pakken we de pluim ervoor bij. Dan zien we dat de eerste dagen inderdaad die temperatuur vrij zeker is in de verwachting. Maar dan komt er veel onzekerheid. Toch ziet het ernaar uit dat we aan het eind van de week en ook in het weekeinde wat hogere temperaturen gaan krijgen. Er zijn wat oplossingen in de pluim die ook nog wat lagere temperaturen laten zien. Die verhouding momenteel, die is zo 70% kans dat we naar wat hogere temperaturen gaan. 30% kans dat het toch wat aan de koude kant blijft. Nou, wordt het dan mooi zonnig weer? Helaas niet. Het blijft zeer wisselvallig. Ook in het weekeinde volgende week verwachten we toch weer flink wat neerslag. Kortom, het wordt eigenlijk een soort kwakkelweer waarbij de temperatuur over het algemeen iets boven het vriespunt ligt. Maar vanmiddag en vanavond enige tijd sneeuw. Nog een fijne dag.